Wij verzamelen 3 januari. Starten we ook tegelijkertijd natuurlijk met trainingen. En dan blijven we gewoon in Nederland, blijven we gewoon hier op Hengelo. En ja, dan is het afwachten natuurlijk met wat voor weersomstandigheden we te maken krijgen. Of we nou vaker moeten uitwijken of juist niet naar kunstgrasvelden. Hopen dat we hier kunnen blijven en dan zullen we hier en daar misschien ook een oefenwedstrijd gaan spelen. Want de competitie is, start vrij snel. 13 januari al moeten we klaarstaan met een uitwedstrijd tegen NVV. De tijdspanne tussen het starten en het starten van competitie is veel te kort. Eigenlijk verlies je als je naar het trainingskamp gaat, verlies je al 4 dagen. 2 aan reizen en dan moet je ook 2 vrije dagen geven. Nou, dan gaat je 4 dagen van die 10 weg. Dat vind ik jammer, want die tijd willen wij gewoon heel efficiënt en functioneel benutten. En daarom blijven we in Nederland. Verwacht je dat met dezelfde groep te doen als nu of verwacht je nog wat nieuwe spelers te kunnen verwelkomen als de markt weer open gaat? Ja. Nou ja, goed. Ik denk dat grotendeels van de groep intact zal blijven. Je blijft voetballerij natuurlijk. De boel komt dan in beweging. Je gaat evolueren, je gaat selecteren, je gaat met elkaar praten. Als we iets doen, dan ben ik wel voorstander van, omdat nou maar altijd goed is voor een groep, vind ik, dat er nieuwe impuls bij komt in de winterstop. Dat je wat frissere bloed krijgt. En dat je weer een nieuwe energie kan genereren richting het tweede deel van competitie. En als dat plaatsvindt, dan moet het ook gelijk een toegevoegde waarde zijn natuurlijk, anders heeft het niet zoveel nut. Nou, dat is niet eenvoudig in de winterstop, want nogmaals, dan had iedereen dat aan alle tijden hadden willen doen, denk ik. Dat is wel een klus. Maar de ambitie om dat te gaan doen is er wel. Ja. Heb je een specifieke linie in gedachten waar je denkt van, nou, daar zit het hardst nodig? Nou ja, kijk, ik denk dat iedere team ten alle tijde op zoek is naar verbetering, naar oplossingen, naar nieuwe oplossingen, naar nieuwe impuls, naar nieuwe kwaliteit. En dat is bij ons niet anders. Ik praat niet specifiek over linies of posities, maar praat ik het echt over in totaliteit, in het algemeen. En in het algemeen moet het sowieso plaatsvinden. Nou, we zullen zien waar het nou plaatsvindt. Of het nou achterin, middenveld of aanval is, dat weet ik niet, op dit moment niet. Maar dat is ook afhankelijk van de markt natuurlijk. Hè. Wat er ook bij ons gebeurt, want het kan ook zo zijn dat sommige jongens ook zeggen, hey, of komt er belangstelling voor iemand die verkocht wordt of dat iemand anders naartoe gaat. Dus dat is heel moeilijk in te schatten aan de voorkant. En natuurlijk hebben we wensen, heb ik wel bepaalde gedachten daarover, maar die hou ik voorlopig voor mezelf. Mag het duidelijk zijn dat de ambitie hier is promoveren. Is dat dan heel erg inderdaad promoveren in het algemeen of is dat heel specifiek, nee, we gaan voor het kampioenschap? Nou ja, kijk, dat is eigenlijk heel simpel. Ik denk dat 8 teams, voor gemak gezegd, in de Eerste Divisie allemaal het liefst kampioen worden. Ja, dat is de snelste weg naar succes, simpel zat. Tegelijkertijd biedt deze competitie natuurlijk, maar er kan maar 1 worden en wij willen ons heel graag daarin mengen natuurlijk, daar werken we ook voor. Tegelijkertijd hebben we een andere weg om te promoveren. Uiteindelijk gaat het om promotie en, en die weg is dan natuurlijk je na-competitie halen. En dat moet gewoon, vind ik, een minimale doelstelling zijn en daar moeten we voor gaan. En in ieder geval, zolang wij daar bovenin meedraaien, zullen we ten alle tijden proberen ook die bovenste positie te bereiken, simpel zat. Ik heb in het begin gezegd dat, kijk, als we dan praten over ambitie, wat is de ambitie eigenlijk? Je werkt elke dag keihard om maximaal uit jezelf en uit elkaar te halen. En elke wedstrijd speel je om te winnen. Dus dat is ambitie.